Morning, good morning, lieve mensen. Ik hoop dat mensen kijken. Let's talk about money today. Het is een van de vragen die mij super vaak gesteld wordt. De ondernemers die ik coach op dit moment vragen ook altijd in het begin al, zullen we eens kijken naar mijn aanbod? En absoluut doen we dat. Dat is ook een deel van het traject uiteraard. Maar heel veel vragen komen er altijd over prijsbepaling. Hoe moet ik mijn prijzen bepalen? Wat moet ik vragen? Hoe weet ik dat ik goed zit? En nogmaals, het is maar mijn mening wat ik nu ga vertellen. Het is mijn mening, mijn ervaring, mijn visie hierop. En misschien heb je er wat aan. Ik zou het leuk vinden als je kijkt dat je eventjes roept dat je er bent. Of je handje even opsteekt. Vind ik leuk om te zien dat ik een kijker heb. Maar nogmaals, moet je je prijzen verhogen? Nou, ten eerste wil ik een verschil maken tussen ondernemers die net starten. Dus die net een nieuw bedrijf hebben opgericht. Of ondernemers die al langer bezig zijn. Ik geloof er zelf heel sterk in dat op het moment dat jij net begint. Dat jij nog wat weinig zelfvertrouwen hebt. En dat het heel erg positief voor je kan werken. Als je prijzen wat lager zijn. Niet lager dan je concurrenten, maar gewoon wat lager zijn om mee te beginnen. En dat je ook voelt, naarmate mijn ervaring groeit, mijn zelfvertrouwen groeit, ga ik mijn prijzen verhogen. En waar we het dan over hebben, hoe bepaal je dat nou? Nou, toen ik in 2011, dat behoorlijk wat jaren geleden nu al, begon als gewichtsconsulent, toen wist ik totaal niet wat ik moest. Iedereen deed wat. Ik zocht al mijn collega's op internet en wat vroeg die en ik had echt geen idee wat ik moest doen. Ik kwam ook omdat ik nog niet wist wat ik nou precies deed en wie ik nou precies kon helpen en waar ik nou zo goed in was. Want ja, je bent startend, hè? Je weet al dat je iets kunt, maar je weet nog niet precies wat. Nou, wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik in het begin gewoon bijna precies dezelfde prijs aangehouden als die anderen ook vroegen. En daar voelde ik me prima bij in het begin. Omdat ik gewoon niet wist wat goed was, deed ik maar wat de rest deed. Nou, dat hoeft niet slecht te zijn, want je bent lerende. Dus het is prima als je dat doet. Ik geloof er niet in dat als je net begint, dat je dan moet denken van nou, ik ben dit en dit waard en ik vraag meteen €150 per uur. En als mensen niet willen betalen, hebben ze pech. Dat kan wel en die mindset kan heel goed zijn en dat kan heel goed voor je werken. Maar op het moment dat je dan geen verkopen hebt, kun je wel gaan afvragen van oké, waar ligt dat aan? Het hoeft niet per se de prijs te zijn, maar vaak is dat wel de grootste drempel voor mensen. Nou, hoe doe je dat nou? In het begin zou ik dus kijken als je startend bent van wat doet de rest? Nou, dat zou ik zeker doen. Dan ga je wat lager inzetten. Is het ook nog een verschil? Ga jij als klanten aantrekken? Ga je ondernemers aantrekken? Of ga je particulieren aantrekken? Particulieren kunnen zich over het algemeen wat minder veroorloven, is niet juist. Dat is niet waar. Maar die denken vaak anders over geld. Laat ik het zo formuleren. Die zijn vaak wat conservatiever op dat gebied, zijn minder bereid om een groot bedrag uit te geven. En ondernemers daarentegen weten hoe belangrijk het is om in zichzelf te investeren en zullen makkelijker ook ja, die stap kunnen en durven zetten. Dus daar zit ook een groot verschil. Ben je nou al lang op bezig? En dan ga ik er eventjes van uit dat je bedrijf al best aardig loopt. Want zo niet, ben je al langer bezig en je bedrijf loopt niet zo lekker, dan mag je eens gaan afvragen van hoe komt dat nu dat ik niet zo lekker loop? Komt dat omdat mijn prijzen niet goed zijn? Of komt het omdat mijn aanbod en mijn communicatie over het algemeen niet zo goed zijn? Hoe presenteer ik mezelf? Hoe kom ik over op mensen? Nou, stel nou, je bent al een tijdje bezig en het gaat vrij goed. Voor mij was het echt een eye-opener toen ik te horen kreeg op het moment dat er nooit iemand nee zegt tegen jou. Op het moment dat jij nooit nee te horen krijgt, ben je te goedkoop. Dus op het moment dat jij klanten aantrekt via je website, via social media, via een gratis kennismakingsgesprek, maakt niet uit hoe het loopt. En je gaat in gesprek met zo iemand en kijken of het een match is. En ze horen of zien de prijzen en je krijgt altijd ja te horen. Dan is dat een teken dat je te goedkoop bent. En dat is iets positiefs, want dat is voor jou ook een teken dat je je prijzen mag verhogen. Dat was voor mij zo'n enorme eye-opener toen ik dat te horen kreeg. Ik kreeg altijd ja te horen. Mijn prijzen waren ook veel te laag, dat klopt. Maar ik had zoveel klanten, ik werkte zo ontzettend veel uren, dat ik toch genoeg verdiende. Maar in verhouding met hoeveel ik werkte en hoeveel ik verdiende, sloeg het natuurlijk nergens op. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik werkte me helemaal kapot. En toen ik dat te horen kreeg, toen dacht ik, wauw, oké.
dan mag ik echt, echt meer gaan vragen. En dezelfde week dat ik dat te horen kreeg van een coach, in diezelfde week kreeg ik ook te horen van een klant. Die zei tegen mij, Kim, zijn jouw prijzen, is dit serieus wat jij vraagt? Dus hij overviel mij, hij was een man, hij overviel me heel erg met die vraag. Ik zei, ja, hoezo? Ja, dit meen je toch niet, zegt hij. Ik heb gezien, ik heb een beetje huiswerk gedaan, zei hij. Ik heb gezien dat je ook universitair bent opgeleid. Ik zeg, en dit krijg je uiteindelijk per uur. Waarom doe jij dit? Waarom doe je jezelf dit aan? En ik was helemaal overvallen door die reactie. Dus ik maakte er een beetje een grapje van. Ik wist niet goed hoe ik moest reageren. En ik zei tegen die man, ha, dat weet ik nog. Een beetje verlegen ook van, nou, je mag me wel het dubbele betalen, hoor, zei ik. Dus als grapje. En toen zei die man, dat zou ik zo doen. En dat deed hij. En in combinatie met die reactie van die business coach, dus je nooit nee te horen krijgt, ben je sowieso te goedkoop. Ja, dat was voor mij de druppel. Dat ik met 30% mijn prijzen verhoogd. En heel eerlijk, bijna iedereen zegt nog steeds ja. Ik voel me daar nu even prima bij. Maar voor nu is het goed, maar bijna iedereen zegt nog steeds ja. En waarom? Omdat jij, als jij goed wordt in zoveel waarde delen en oprecht... oprecht er zijn voor je klant, oprecht iemand willen helpen en mensen voelen dat, dan maken die een paar honderd euro niet uit. Christy zegt herkenbaar, ik moest in het begin bijna bijlagen, ik zat veel te laag qua prijzen. Christy, wat heb je toen gedaan? Mooi dat je dit zegt. Wat heb je gedaan en wat was het moment dat jij die shift hebt gemaakt? Vaak is het namelijk zo dat jij als persoon, als ondernemer, ook het zelfvertrouwen moet krijgen dat je het waard bent om meer te vragen. Dat je ook meer mag vragen dan je collega's. En ook dat je het vertrouwen mag krijgen dat jij betaald mag worden voor het resultaat dat je biedt. En niet voor de hoeveelheid uren dat je werkt. Dat was voor mij ook een eye-opener. Zeker omdat ik nu met ondernemers werk. Ik help letterlijk ondernemers meer geld te laten verdienen. En mijn 1-op-1 coaching traject, dat is best prijzig. Mensen kopen toch. Waarom? Omdat ze voelen dat ik ervoor kan zorgen dat ze dat bedrag binnen no time terug hebben verdiend. En dat ze daarna nog veel meer gaan verdienen. Dat maakt dat het veel makkelijker is om geld te vragen. Want dat is het waard. Jij mag gaan staan voor het resultaat dat jij biedt. En niet voor de hoeveelheid uren die je erin stopt. Daar gaat het niet meer om. En ondernemers onderling, die zien dat veel meer. Ik vind het heel prettig trouwens om met ondernemers te werken over het algemeen. Ik merk dat zij een andere mindset hebben. Maar dus het ligt eraan wat je doet en daar kan je dus je prijs op aanpassen. Maar ben jij nou zo iemand die nog nooit nee te horen heeft gekregen? Dan ga eens in godsnaam alsjeblieft, ga in godsnaam wat aan je prijzen doen. Al is het maar een klein beetje, al zet je maar een kleine stap, maar dat mag je dan doen. Het heeft alles te maken ook met een stukje eigenwaarde en zelfvertrouwen. En voelen dat het voor jou tijd is om die volgende stap te zetten. Want ook dat kan een volgende stap zijn, hè? Je kan wel zeggen van nou, ik verdien te weinig, ik moet meer klanten hebben. Maar je kan ook zeggen van oké, resoneren mijn prijzen wel met hetgene wat ik voor resultaat lever. Misschien dat daar wel de wens zit. Of misschien klopt het verdienmodel dat je hanteert wel niet. Werk je alleen maar 1-op-1, maar is dat niet wat het beste werkt voor jou? Zeg je van nou, dit past eigenlijk helemaal niet bij mij. Dan zijn er nog tig andere opties die je kunt toepassen. Je kunt ook een combinatie van verdienmodellen maken. Maar daardoor is het heel belangrijk dat je goed kijkt van waar zit de kern van het probleem. En hoe sterk sta ik zelf in mijn schoenen? Wat voel ik dat ik waard ben? In wat voor fase zit ik? Wat durf ik aan? En ja, het is heel dicht. Het gaat allemaal over heel dicht bij jezelf blijven. Weet je wat ook zo is? Op het moment dat iemand niet betaalt of niet voldoende betaalt, dan is het zo dat mensen niet genoeg hun best doen. Er is een gezegde, ik weet niet of je dat kent, en dat heet: if you don't pay attention. Dat geldt ook op voor dingen gratis weggeven. Ik heb dat in het verleden ook wel eens gedaan. Bijvoorbeeld aan vrienden en familie. En zei ik bijvoorbeeld, ja, je mag gratis in de community. Weet je dat altijd de mensen zijn die geen resultaat boeken? Waarom? Omdat ze geen transactie hebben gemaakt. Ze hebben niks er in ruil voor gegeven. Het is gewoon gratis. Gratis trekt, zorgt niet voor actie. If you don't pay attention. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Ga maar eens na wanneer jij iets gratis hebt weggegeven. En ga maar eens kijken wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. Bij mij is het zo. En ik geloof erin dat dat in het algemeen zo is. De mensen die het zich nauwelijks kunnen veroorloven. En er toch voor kiezen om het te doen. Dat zijn de mensen met zo'n mindset. Ik heb het geld eigenlijk niet. Maar ik ga ervoor zorgen dat ik het voor elkaar krijg. Omdat ik weet dat het absoluut noodzakelijk is voor mij om hierin te investeren. En dat zijn de mensen waar ik het liefst mee werk. Want dat zijn ook de mensen die resultaat bereiken. Echt, die mindset is fantastisch. En dan natuurlijk moet er hard gewerkt worden. Maar in het begin al om zo erin te gaan staan is werkelijk fantastisch. Christy zei, ik heb mijn prijzen uit het niets verdubbeld.
Ik vond het toen heel lastig om deze prijs kenbaar te maken. Wauw, dit is echt heftig, Christy, wat goed. Maar toen gebeurde er iets wat ik niet had verwacht. Ik trok andere klanten aan, gemotiveerdere klanten. En ze blijven ook gewoon komen, ondanks of misschien wel dankzij de prijs. Dat heb je ontzettend mooi verwoord, Christy. Want dat is precies wat ik net zei. Op het moment dat jij te goedkoop bent, trek jij ook klanten aan die het zich over het algemeen niet kunnen veroorloven om met jou te werken. En dan krijg je zeikers, dan krijg je geen goed resultaat. En Christy zegt letterlijk, toen ik mijn prijzen verdubbelde, ging ik andere klanten aantrekken. En dat had ik nooit verwacht. Het waren klanten die gemotiveerder waren en het waren klanten die in staat waren en ook durfden om zichzelf te investeren. Op het gebied van gezondheid, op het gebied van hulp, op het gebied van business, maakt niet uit wat voor branche dat je zit. Maar het is werkelijk zo. En ik heb dat ook zo ervaren. Op het moment dat jij gaat staan voor je prijzen en durft te vragen wat je waard bent en niet bezig bent met wat die klant zich wel of niet kan veroorloven, dat zegt wat over jou. Want dat betekent dat jij bepaalde klanten aantrekt. En dan is het ook tijd voor die volgende stap. Indirect zeg je ook, ik vind het mezelf niet waard om meer te vragen. Dat is niet goed of fout, maar dat is vaak wel de realiteit. Het is ook zo dat op het moment dat jij groeit als ondernemer, jij ook in je prijzen mee mag groeien. Als jij langer bezig bent en je bedrijf groeit, dan mag ook jouw kennis groeien, je waarde die je biedt groeien. Dat betekent ook dat je prijzen mogen groeien. En de reden waarom je dat niet durft vaak, is omdat je bang bent dat mensen gaan afhaken en dat mensen nee gaan zeggen. En juist het nee zeggen is het beste wat je kan gebeuren. Want voor iedere nee krijg je namelijk twee personen die een perfecte match met jou zijn. Het is oké als mensen nee zeggen, want die passen niet bij jou. Die zien jouw waarde niet. Dat zijn jouw klanten niet. De mensen die waarde wel zien en waarmee jij perfect resoneert, dat worden jouw klanten en het stikt van die mensen. Het stikt van die mensen. Als jij jouw communicatie goed doet en je bent goed in wat je doet en je helpt oprecht mensen, komen die mensen. Gegarandeerd, die komen. Monique zegt, ha Kim, ik luister even mee. Ik loop altijd uit met mijn consulten, dus ga mijn tijd verlengen. Dus de prijs gaat omhoog. Ik ben nu met de opleiding bezig die meer waarde biedt. Dus ook daarom en merk steeds, ik krijg veel te horen dat ik veel meer waard ben dan dat ik nu vraag. Wel een beetje spannend, maar ik voel nu steeds meer dat ik het waard ben. Oh, wat goed dat je kijkt, Monique, want dan is dit echt helemaal passend voor jou. Ja, dat klopt wat je zegt. Nou, je gaat je tijd verlengen. Dan zeg je van, nou, oké, ik verleng mijn tijd, dus ik ben langer met iemand bezig. En daardoor vind ik het gerechtvaardigd dat ik meer vraag. Dat is een manier van kijken en dat ben ik volledig met je eens. Maar je zou het ook kunnen bekijken vanuit, ik groei als ondernemer, ik bied meer waarde. En je zegt nu zelf, nou, ik heb nog een extra opleiding gevolgd, dus ik kan gewoon heel veel. En ik bied mijn klanten dus ook gewoon meer. En daar mogen ze ook voor betalen. Ik ga staan voor wat ik waard ben. Uiteindelijk moet jij ook kunnen leven als ondernemer. Je hebt ook je kosten. En je doet dit niet voor niks. Je hebt een missie en daar mag je ook voor betaald krijgen. Want je doet vanuit oprechtheid, help jij mensen. Dus heel mooi, Monique. Ik vind het super knap. En het is altijd spannend, Monique. Maar kijk nou eens hierboven bijvoorbeeld naar wat Christy beschrijft. Ze had gewoon nog prijzen verdubbeld. En ze, ja, ik weet dat Christy gewoon echt een belachelijk goed lopende praktijk heeft. En dat zij ook behoorlijk, en daar ben ik juist heel trots op haar, dat zij behoorlijk wat vraagt voor haar coaching. En terecht, want dat is ze ook waard. Maar dat de klanten gewoon komen. En ik geloof daar dus ook heel sterk in. En dat merk ik ook in mijn business coaching traject. Dat ja, naarmate dat ik meer ervaring krijg en dat mijn communicatie goed is. En dat ik bij mensen het vertrouwen kan wekken. Die ondernemers, die vrouwelijke ondernemers, die komen wel. Want die weten, als ik nu deze investering doe bij Kim, dan ga ik nog meer geld verdienen. En dat is wat ik wil. Ik ga mijn mindset veranderen. Ik ga meer geld verdienen. We gaan echt resultaten boeken. En dat is wat ik wil. Ik wil die groei. Als iemand bij jou, Monique, wil afvallen of fitter wil worden. Ik noem maar even iets. Of aan zijn mentale gezondheid wil werken. Dan weet hij, als ik die investering doe, dan gaat me dat lukken. En als jij dat kan doen met je communicatie, dan ben je het gewoon waard, Monique. Als jij het probleem van die persoon kan oplossen en je maakt het leven van iemand beter, dan ben je dat waard. En de enige die je in de weg staat, ben jezelf. En je zegt zelf, ik heb al 11 jaar ervaring. Oh, Monique, in godsnaam, ga alsjeblieft meer vragen. Ga alsjeblieft meer vragen, want je bent het waard. Doe het, Monique, en laat me achteraf weten wat het doet qua klanten. Want waarschijnlijk ga je hetzelfde ervaren als wat Christy beschrijft. Weet je wat het ook is? Ik geloof hier ook heel sterk in. Iemand die echt graag met jou wil werken en die echt de meerwaarde van jou ziet, die doet er alles aan om ervoor te zorgen dat hij het geld bij elkaar krijgt om het te gaan creëren.
Een heel mooi voorbeeld was ook, gisteren heb ik een aanbieding gedaan op mijn op Nooit meer op dieet pagina en op mijn, gewoon mijn privépagina voor het lifetime lidmaatschap, voor de Nooit meer op dieet gemoed. Nou, lifetime, dus je bent altijd lid, je betaalt eenmalig het bedrag van 6 maanden, dat is sowieso een goede aanbieding. Maar nogmaals, dat is een bedrag van 297 euro. Niet iedereen kan dat betalen, dus ik had een aanbieding gedaan van betalen in 3 termijnen. Nou, toen kreeg ik een berichtje, Kim, ik wil zo graag meedoen, maar ik zit met een financiële regeling en ik kan gewoon nog steeds niet 3 keer 99 euro betalen. Ik zeg, wat kan je wel betalen? Ik zeg, zou je 50 euro kunnen betalen? Ja, zegt ze. En toen heb ik met haar de deal gemaakt, 60, 50 euro. Zij wil er alles aan doen om mee te doen, maar ze zit gewoon echt vast. Nou, dat zijn echt mensen die gewoon hun best doen om het voor elkaar te krijgen. Dus ik heb met haar gewoon een regeling getroffen, doen we gewoon 6 keer 50 euro. Uiteindelijk betaalt ze gewoon het hele bedrag, ze betaalt alleen in stapjes en dan krijg je gewoon ook... Jij wordt betaald voor wat je waard bent en je weet dat die persoon super gemotiveerd is, want die heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hij er toch bij kan zijn, ondanks de moeilijke financiële situatie. En de mensen die jij echt, echt, echt kan helpen en de mensen die ook echt voelen dat jij die kan helpen en die helemaal in lijn zijn met wat jij doet, die komen bij jou. En dan gaat het niet meer om een 100 euro meer of minder, dat meen ik echt. Prijs is ook, dat mag je ook weten, op het moment dat iemand afhaakt op prijs, dus stel nou, ik vind wel, transparantie vind ik heel belangrijk, vind ik persoonlijk heel belangrijk, dus ik geloof er heel sterk in dat het belangrijk is dat jij je prijs op je website zet, dat ze er staan, dat op het moment dat op je website komen, ze willen een gesprek met jou, een vrijblijvend gesprek, dat ze weten waar ze aan toe zijn qua prijzen. Op het moment dat jij dan zo'n gesprek met iemand hebt, en ze haken alsnog af op de prijs, dan mag je ervan uitgaan dat het geld niet de reden is. Dan is er iets anders geweest wat ervoor zorgt dat zij voelen dat ze niet het resultaat gaan bereiken, dat ze niet de zekerheid voelen dat ze het resultaat gaan bereiken als ze met jou gaan werken. En dat heeft voornamelijk dan te maken met jouw communicatie. Dus dan weet jij, als jij wel eens vaker gesprekken hebt, maar mensen haken toch af op prijs, het is bijna nooit prijs. En zeker niet als ze de prijs van tevoren al hebben gezien. Dan mag je bij jezelf te raden gaan, wat heb ik te leren, wat kan ik anders doen de volgende keer in mijn gesprek? Bijvoorbeeld door misschien veel sterker in je schoenen te staan, veel minder wanhopig, onbewust wanhopig over te komen. Van ik wil die klanten graag nooit doen, want klanten voelen dat. Dus dan mag je bij jezelf, nou wat kan ik veranderen in mijn communicatie? Om ervoor te zorgen dat die klant de volgende keer 100% ja gaat zeggen. Monique zegt nog, klopt, ik ga mezelf meer laten zien en waar ik voor sta. Dat heb ik door angst nooit durven doen. Monique, en waar zat die angst dan op? Wat kun je beschrijven wat dan echt die diepe angst is? Maar bijvoorbeeld wat ik net zei, hè, als klanten nee zeggen op basis van prijs, is het nooit prijs. En ik merk dat bijvoorbeeld, ik doe altijd een gratis kennismakingsgesprek aanbieden, zowel voor de business coaching als voor Nooit meer op dieet, de begeleiding. En op het moment dat ik een gesprek met iemand heb, dat heb ik nu ook gemerkt met de intakes, sommige mensen waren gewoon geen match, dat paste gewoon niet. Maar als het wel een match was, was het altijd een ja. En dat is met Nooit meer op dieet ook. Het is al tijd een ja. Mensen raken nooit af op een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Want ze weten al je prijs. En als dan de reden is dat ze zeggen, ja, het is me toch te duur. Klopt niet. Dan mag je eventjes bij jezelf te raden gaan. Oké, ik had het beter kunnen doen. Ik had het anders kunnen doen. Waar zit het hem in? Wat kan ik beter doen? Ik ben heel blij, of heel erg benieuwd, Monique, wat bij jou de reden is waarom je het niet durfde. Ik vind het fantastisch om te horen dat je dat nu wel gaat doen. Dus onthoud, geld is nooit de reden waarom iemand niet koopt. Op het moment dat iemand het echt graag wil, doet hij het. Of het is niet de match, of jouw communicatie was niet duidelijk genoeg. En weet je wat het ook is? Je moet ook eens naar jezelf kijken als ondernemer. Hè? Jij bent ondernemer. Hoeveel investeer jij in jezelf? Hoe denk jij zelf over geld? Op het moment dat jij zelf namelijk een blokkade hebt op geld en bang bent om in jezelf te investeren, bang bent om geld uit te geven, omdat je niet zeker weet of je het terugkrijgt, dan is dat ook indirect onbewust wat je op je klanten uitstraalt. Ik denk dat ik dat zo wel mag zeggen. Ik heb heel erg gemerkt bij mijzelf toen mijn mindset veranderde. En ik meer in mezelf ben gaan investeren in alle dingen die ik wilde leren. Want ik had het idee, ik kan nog zoveel uit mezelf halen als ondernemer. Ik ben er nog lang niet. Ik wil zo graag groeien. Toen ging ik investeren in mezelf. Ik ging investeren in business coaching, in boeken, in online trainingen. Echt in van alles heb ik geïnvesteerd. En in masterminds. En toen
merkte ik dat er ook wat een shift kwam in mijn bedrijf. Doordat ik anders ging denken, ging ik ook andere klanten aantrekken. Zij zagen ook dat ik in mezelf investeerde. En zij zagen mijn zelfvertrouwen groeien. Want klanten voelen dat. Niet alleen zien dat, maar klanten voelen dat ook. Op het moment dat jij in jezelf investeert, groei jij als ondernemer. Groei jij in zelfvertrouwen. Groei jij in je manier van denken. Groei jij in je money mindset. Groei jij in het groot denken. Dan ga je hele andere klanten aantrekken. Dat is echt zo. Je gaat een hele andere klanten aantrekken. Ik zit nu op een heel ander level van ondernemen dan dat ik 2 jaar geleden zat. Dat verschil is enorm. Zowel qua producten, qua klanten, qua inkomsten. Het is bizar. En vooral ook qua manier van denken. Monique, angst om mijn visie te delen. Ik help veel klanten ook van klachten af. Ik ben dan bang voor kritiek van collega's. Ja, Monique, dat snap ik. En je weet ook, je weet ook dat ik regelmatig kritiek krijg van collega's. Dat zie je ook wel in die besloten groepen. Ik snap het en het doet ook pijn, maar probeer er scheid aan te hebben, Monique. Want die mensen mogen dan, iemand anders mag er nooit voor zorgen dat jij niet doet wat jij te doen hebt. En dat jij niet je volle potentieel benut. En dat jij niet zoveel mogelijk mensen laat weten dat jij er bent. En dat jij mensen kan helpen. Want die kritiek die krijg je toch wel. En neem van mij aan, Monique, het is vaak jaloezie. En ik denk dat jij wel weet over wie ik het bijvoorbeeld heb. Ik geloof er ook in dat dat jaloezie is. En veel mensen willen namelijk meer zichtbaar worden, maar durven het niet. Monique zegt, ik heb al 2 filmpjes gedeeld hierover. En dan volgen er nog 2 en daarna nog meer. Wat goed, Monique. Supergoed. Weet je, de kop is eraf. En in het begin is het altijd het engste. En je merkt door het vaker te doen dat het voor jou ook normaal gaat worden. En dat je ook steeds meer jezelf kunt zijn. Op video en in al je andere communicatie. Dat weet ik nu. Ik zo blij word van mijn opleiding. Nu ik zo blij. Welke opleiding bedoel je precies, Monique? Ja, ik vind het supermooi, deze transformatie. Fantastisch. Dus ik hoop heel veel mooie dingen van jou voorbij te zien komen. Super, super goed. En misschien heb je wel een vraag een keer of een onderwerp waar je tegenaan loopt. Of waar je zegt van nou, dat zou ik graag meer over willen weten in deze Facebook Live. En hoeft niet vandaag, maar gewoon dat we daar een andere keer een onderwerp, een tijd en aandacht aan besteden. Heel erg graag, want feedback vind ik fijn. Maar neem dat voor mij aan. Ik wil het eventjes trainer hormoon factor. Oh, dat is wat je aan het doen bent. Oh, wat goed, wat goed, wat goed. Nou, dan zit daar ook heel veel passie voor jou, denk ik, hè, als je daar zo enthousiast over bent. Nou, die passie ga je ook uitstralen op je klanten. En dan gaan mensen het ook voelen. Dus dat is fantastisch, Monique. Supergoed. Weet dat geld nooit het probleem is. En denk ook eens na van, hoe ben ik zelf als ondernemer, wat ik net zei, in het investeren in mezelf. Ben jij zo iemand die... Ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn klanten nu. Hè, die hebben bijvoorbeeld Christy reageerd. Nou, Christy... heeft al 2 business coaching trajecten bij mij gevolgd. Nou, ze is als een speer gegaan. Dat heeft ze allemaal zelf gedaan. Ik heb samen met haar die weg mogen bewandelen. Maar doordat zij in zichzelf heeft geïnvesteerd, is zij gewoon sky high gegaan. Ze heeft nu het 2e bedrijf opgezet. Ja, ik ben super trots op Christine. Vooral ook omdat ze heel dicht bij zichzelf is gaan staan. En heel erg goed haar grenzen kent. En voelt wat zij nodig heeft. Voelt waar haar krachten liggen. Christine weet echt wat haar superpower is. En stelt zich altijd heel kwetsbaar en open op. Staat open voor feedback. Wil leren. Weet gewoon wie ze is en wat ze nodig heeft. En weet ook hoe ze het moet aanpakken nu. En die money mindset is helemaal goed. En nou ja, goed. Ik vind haar zo'n voorbeeld. Ik ben zo trots. Ik weet niet, Christy, of je nog kijkt. Ik ben zo trots op jou wat jij bereikt hebt. En wat ik samen met jou, die weg die ik heb mogen bewandelen. Dat heb mogen meemaken. Fantastisch. En jij bent echt een voorbeeld van wat er mogelijk is als je investeert in jezelf. Want ik weet zeker als jij die investering, als je die niet had gedaan, was je even goed gegroeid. Maar dan had het misschien veel langer geduurd. Je bent nu in zo'n sneltreinvaart. Hoppakee, die baan opzeggen. Volledig voor jezelf. In het vertrouwen stappen. Weten wat je nodig hebt. Hoppakee, een 2e bedrijf erbij opzetten. Omdat je voelde van ik heb eigenlijk nog een grotere passie. En nu wil ik gaan verwezenlijken. En het is een combinatie van mindset met concrete strategieën. En op het moment dat je dat helder hebt, hè, dat je dat weet van jezelf, dat dat hetgeen is wat je nodig hebt om een succesvol ondernemer te zijn, de juiste mindset, dan heb ik het over het vertrouwen in jezelf, het vertrouwen in je product, het durven zichtbaar te zijn, de juiste money mindset creëren. Want heel veel ondernemers hebben echt een negatieve money mindset. En durf investeren in jezelf. Ook dat heeft met mindset te maken. En daarnaast concrete strategieën. Zoals hoe word ik goed zichtbaar? Hoe maak ik een goede video? Hoe schrijf ik een goede tekst? Hoe zorg ik ervoor dat ik klanten aantrek zonder te verkopen? Dus zonder om klanten te vragen. Wat is nou echt goede waarde delen? En ga zo maar door.
Wat wil ik nou echt concrete plannen maken? Wat wil ik als omzet genereren? Wat zie ik over 5 of 10 jaar? Wat is mijn ideaal plaatje? Wat wil ik? Ik weet dat Chrissy het super doet. En ook Heidi, dat is een oud... Ja, Heidi doet het ook super goed. Ja, die dames doen het allemaal super goed. En ook Heidi, dat is een oud student van me. Ik ga jou ook aanbevelen bij mijn studenten. Ik heb het ondernemen blijven denken. Ja, super lief, Monique. Dank je wel. Dat vind ik leuk om te horen. Dank je wel. Maar dat is het, hè. Die twee dingen. Jij wordt succesvol als ondernemer. Op het moment dat je twee dingen kunt combineren. En dat is 1, de mindset. En dat is de basis, de juiste mindset op al die vlakken. Want ik merk dat bij alle ondernemers die ik mag coachen. Al die dames, daar zit iets onder. Daar zit, de mindset is nog niet waar die kan zijn. En daar is altijd werk aan de winkel. Op het moment dat je daar, dat je het juiste weet te pakken en dat je daar de diepte mee in kan. En daarom werk ik ook samen met andere coaches om echt ervoor te gaan zorgen dat alle blokkades op dat gebied worden weggehaald. Dan ga jij als een speer als ondernemer. Dan ga je je angst loslaten. Je gaat volledig in het vertrouwen staan. Je weet wat je te doen hebt. Je komt erachter wat jouw superpower is. Je gaat dat voelen. En je gaat als een speer. Je hebt continu inspiratie. Bulk van de energie. Dit is zo'n lekker gevoel. Ik heb dat zien gebeuren bij die dames. Keer op keer. En nu net dat we met een nieuwe groep zijn gestart. Oh, dit is zo fantastisch om te zien. En dan is de basis goed. Die mindset is goed. Die money mindset is goed. En stap 2 is dan. Aan de slag gaan we dan met concrete strategieën. Hè? Hoe ziet het er nou echt uit? Wat moet je nou echt doen om stappen te zetten? Wat maakt nou... Hoe trek je nou zo'n klant aan? Hoe haal je nou zo'n klant binnen? Hoe word je misschien beter in je coaching? Hoe maak je een goede video? Hoe ben je optimaal online zichtbaar? Welke platform kun je gebruiken? Welk verdienmodel kun je gaan toepassen om de volgende stap te zetten? En ga zo maar door. En dan, op het moment dat die mindset goed is, dan ga je ook al die stappen makkelijk kunnen maken. Want dan, het stroomt. Het stroomt dan. Ik praat soms in zweverige termen. Nou ja, zweverig is maar net of je, hoe je het wil benoemen. Maar ik geloof hier heel sterk in. Alles is energie en de basis moet goed zijn om uiteindelijk jouw doelen te creëren. En als die basis goed is, dan creëer jij alles. En dan ga je ook voelen dat prijzen niet meer het probleem zijn. Ga je makkelijk prijzen kunnen verhogen. Zeker als je al een tijdje bezig bent. Dan ga je staan voor wat je waard bent. Zonder dat je voelt dat je het eng vindt. Je groeit daarin. En als jij enorm goed als persoon, je mindset groeit mee. Je gaat anders over geld denken. Die blokkades worden weggehaald. Je gaat heel diep met jezelf aan de slag. Dan wordt het super easy voor jou om al die strategieën te gaan toepassen. En dan, dat vind ik zo vet om die ondernemers dan te zien. En ik had weer, ik had 30 klanten vorige week, zei een van de gewichtsconsulenten. Hoppakee, ik had 30 klanten. Kim, ik heb 20 nieuwe intakes. In godsnaam, hoe krijg ik het weggepland? Een ander mailtje was, vorig jaar vond ik 5000 euro nog veel en omzet. En nu haal ik 7000 euro binnen. Gisteren had ik een gesprek met een ondernemer, die zat nu op 10.000 euro per maand. En ze dacht, ik doe het niet goed genoeg. Dat was zo'n heftig gesprek ook. Zij zet nu 10.000 euro om per maand. En ze zei, ik heb het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe. Ik zeg, wat is dat dan? Wanneer voelt het voor jou dan dat je het niet goed genoeg doet? En zij zei, ja maar Kim, ik maak helemaal geen video. En als ik een video maak, dan ben ik te langdradig. Ik zei, maar ik zal de naam even niet noemen. Ik zei, maar jij hebt het niet nodig om video's te maken. Jij hebt andere kwaliteiten en die zet jij volledig in. Ik zeg, hallo, drink het tot je door. Je verdient fucking 10.000 euro per maand. Ik zeg, andere dromen daarvan. Je bent een mega succesverhaal. En dat is een heel mooi gesprek was dat, omdat zij, haar referentiekader van succes was een heel ander referentiekader als bijvoorbeeld dat van mij of dat van iemand anders. Dus wat succes voor jou is, mag je zelf bepalen. Maar dat is zo'n mooi voorbeeld van die inkomsten. En ik zeg, jouw money mindset is zo goed. Ja, zegt ze, dat weet ik. En ze had nu een droom om een centrum op te starten. En ze zegt, ja, ik weet ook dat ik 1 miljoen omzet ga draaien. En dat meende ze ook. En dat gaat ze ook realiseren. En zij heeft totaal geen blokkade op geld. En de meeste ondernemers hebben dat wel. En daardoor hou je jezelf klein. Daardoor pas je je prijzen niet aan zoals ze zouden kunnen zijn. Zoals ze zouden moeten zijn en waarbij het zou stromen. En daar zit zoveel winst. Maar die resultaten en die groei en die mindset. En ik word daar zo blij van. En ik blijf daarover praten. Dat dat de basis is en dat die basis goed moet zijn. Ik geloof daar zo sterk in. Dat als jij kunt creëren dat jij anders gaat denken over jezelf. Anders gaat denken over geld. Anders gaat denken over je product of dienst. En echt volledig gaat vertrouwen op je intuïtie en op je gevoel. En niet bang meer bent om zichtbaar te zijn. En alles gaat doen. Alles gaat stromen. Om het voor elkaar te krijgen wat jouw ultieme droom is. Veel mensen hebben ook geen heldere droom. Daar kan ook het in het begin fout zitten. Weet jij wel wat je echt wil? De eerste
vraag die ik altijd stel is, wat is jouw droomvisie? En die kan altijd bijgesteld worden, maar hoe zie jij jezelf over 5 jaar? Waar sta je dan? En als je dat niet concreet kan benoemen, dan moeten we daar als eerste stap aan gaan werken. Dat heb je nodig. Je moet een concreet beeld hebben van waar je naartoe gaat. Anders weet je ook niet welke stappen dat je moet zetten. Anders kan je met je mindset daar niet komen om die stappen te zetten. En kun je ook niet die mindset creëren om daar te komen. Omdat je niet weet waar je eigenlijk naar op zoek bent. Je weet eigenlijk helemaal niet wat je wil. En daarin ben ook niet te bang om groot te dromen. Ik vraag altijd als eerste, wat is je droomdoel voor over 5 jaar? Nou, dan gaan we daar in stapjes naartoe werken. En wat is je droomomzet? En vaak is dat heel weinig. Nou, dan is dat geen goede fout. We gaan gewoon dan mee aan de slag. Maar je ziet iedere keer als iemand die omzet bereikt, dan is het van, oh, ik dacht dat het veel moeilijker was. Oké, okay. Oh, om 2000 euro omzet te verdienen per maand, 2000 euro omzet te draaien per maand, hoef ik maar zoveel klanten te hebben. Oh, dan wordt het wel heel simpel. Het is echt een andere manier van denken. En als je dat lukt, dan is ondernemen geen struggle. En dan is ondernemen niet moeilijk, dan is ondernemen leuk. En dan krijg je er energie van en hoef je niet aan je klanten te trekken. Dan durf je te gaan staan voor je prijzen. En dan komen ook de juiste klanten op je pad. En niet die zeikers, die mensen die geen geld hebben, die niet gemotiveerd zijn. Die wil je niet. Die wil ik ook niet. En het zit hem in mijn communicatie. Mijn communicatie bepaalt welke klant ik aantrek. Ik merk, als ik niet goed in mijn communicatie zit, en ook bijvoorbeeld niet zo lekker in mijn vel zit, of laag in mijn energie, of er even geen zin in heb, trek ik allemaal zeikers en ongemotiveerde mensen aan. Ik heb dan een heel tijdje gehad met Nooit meer op dieet. Toen had ik er een beetje mijn buik van vol. En dat is energie. Mensen voelen dat, mensen merken dat. En toen trok ik alleen maar zeikers en negatieve, ongemotiveerde mensen aan. En geloof, neem dat voor mij aan op het moment dat jouw communicatie goed is. Jij zit lekker in je vel, je weet wat je te doen hebt. Jij voelt wat je te bieden hebt. Je weet wat je te bieden hebt. Je weet wat je waarde is. Je durft te gaan staan voor je prijzen. Je money mindset is goed. Dan ga jij die klanten aantrekken die jij kan helpen. En die ook door jou geholpen willen worden. Die super gemotiveerd zijn. Die er geld voor durven uit te geven. Die er geld voor willen uitgeven. Omdat ze weten dat jij een perfecte match bent voor hen. En dat jij je gaat helpen met het bereiken van hun doelen. En die klanten wil je. En niet die zeikers en die ongemotiveerde. En iedereen weet wel waar ik het over heb. Want ik weet zeker natuurlijk in elke business heb je wel eens klanten waar je aan moet trekken. Nou, probeer die ben je liever kwijt dan rijk. Weet dat het in jouw communicatie zit. Dus ga staan voor wat je waard bent. Maak wel het onderscheid tussen startende ondernemer. Tenminste, zo zie ik het. Startende ondernemer, of ben je al langer bezig? Werk je met ondernemers of werk je met particulieren? Ook daar zit weer een verschil in. Maar uiteindelijk is het ook gewoon gaan staan voor je eigen waarde. Gaan staan voor wat jij voelt dat je biedt. Ook gaan betaald gaan worden voor het resultaat dat je biedt. En niet voor de uren die je werkt. Daar zit zoveel winst in. Noem maar, ik ga er weer op terug. Het is allemaal mindset, 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 mindset. En als jij werkt aan jouw mindset, dan ga jij sky high als ondernemer. Dan zit het hem veel minder in de strategieën, maar veel meer in de manier waarop jij denkt. En Monique zegt, die willen we liever kwijt. Ja, die willen we zeker liever kwijt. En ik weet zeker dat iedereen van zo'n klanten heeft. En weet dat jij er zelf wat aan kan doen. Om ervoor te zorgen dat jij alleen maar gemotiveerde klanten gaat aantrekken. En zorg er misschien ook voor dat je iets van een selectie hebt. Een kennismaking of wat dan ook. Want je voelt snel genoeg, is dat iemand die me leegzuigt? Of is het iemand die positief in het leven staat, denk in mogelijkheden, echt actie wil gaan ondernemen en waarmee ik echt wat kan gaan bereiken. Ik merk nu dat ik die selectieronde heb gedaan nu voor een nieuwe Boost Your Business traject. Met iedereen een intake gedaan. Ja, dan merk je heel duidelijk wie matcht en wie matcht niet. En ik merk nu ook steeds meer hoe ik moet communiceren om de juiste mensen aan te trekken. Want dit keer was er maar één persoon die geen match was en de rest paste allemaal perfect. Meteen vanaf het begin dacht ik, oh, dit is de perfecte energie. Dit gaat zo... Zo goed, hij gaat zo goed werken. En dat zie je dan ook aan de resultaten. Als je het ziet, wat Monique net benoemd. En je ziet Heidi, en je ziet Christy, en je ziet Lieke, en je ziet Marjan, en je ziet Nicolien, en alle Lisette, en Paulien, en Monique, nog een andere. Ja, ik kan zo doorgaan. Dat zijn zo'n fijne energieën. Dat zijn zo'n lekkere energieën. En met zo'n dames, nou persoonlijk zijn het nu, voor business coach zijn het dames, zijn zo'n leuke personen om mee te werken. En dat doet wat met jou als ondernemer. Jij haalt dan ook het beste in jezelf naar boven op het moment dat jij coacht. En dat is ook belangrijk. We willen namelijk die beste versie van onszelf zijn. We willen dat er alles naar boven komt wat we in ons hebben. En dat we dat kunnen geven. En dat het lukt alleen maar als jij werkt met klanten die bij jou passen. Die een match zijn. Dus zorg ervoor dat je iets van een systeem inplant. Waardoor je ook voelt van dit is een match. En ben ook niet bang om zelf nee te zeggen tegen iemand. Ben niet bang om een klant af te wijzen. Ben niet bang om geld te laten liggen.
Neem voor mij aan, van de ene persoon die een nee is, zijn er twee een dikke vette ja. En dat is ook weer mindset en vertrouwen. Durf daarop te vertrouwen dat dat zo is. Ga niet alle klanten aannemen omdat je het geld nodig hebt. Je doet jezelf tekort. Je doet je energie tekort. Niet goed voor je bedrijf. Alright, wie heeft hier een vraag over? Wie heeft een vraag over mindset, over geld, over prijzen, over het aantrekken van de juiste klanten? Of wie wil iets delen van zijn eigen situatie? Zeg van ja, daar kan ik me echt in vinden. Ik merk dat het bij mij ook zo is. Ik merk dat ik hier nog winst te behalen heb. Wie herkent zich in iets wat ik nu benoemd heb? Want geloof mij, als jij dat kunt, hè, je gaat je echt meer verdiepen in mindset en die ontwikkeling daarin. En groter denken en jezelf op waarde schatten. En anders, vooral ook dat stukje geld, anders over geld leren denken. Dan gaan er dingen stromen. Die gaan echt dingen stromen. Ik heb zelf ook daar enorm mee geworsteld. En sommige dingen blijven een uitdaging, uiteraard. Hè. Je bent nooit uitgeleerd. Als mens niet, als ondernemer niet. Maar er kan zoveel gebeuren als jij besluit tot hier en niet verder. Want ik ga het nu anders doen. Voor mij is er een wereld open gegaan toen ik stopte met de 1-op-1 coaching van Nooit meer op dieet. En zei van, oké, ik ben heel bang. Het is mijn kindje. Ik ben heel bang om het los te laten. Maar ik kies er nu voor om de volgende stap te gaan zetten. Ik wil groeien, dus moet ik iets loslaten. En toen ben ik overgegaan naar een ander verdienmodel. Toen heb ik de online community opgericht. En daarnaast heb ik iemand aangenomen voor de 1-op-1 coaching. Want ik wilde het wel in mijn bedrijf houden. Dus iemand anders, collega, doet nu voor mij de 1-op-1 coaching. En die loopt gelukkig nog steeds supergoed. En ook dat heeft weer te maken met mindset. Ga ik ervan uit dat het niet meer loopt, loopt het niet meer. Dan heb ik er vertrouwen in dat het wel lukt. Dan stop ik daar al mijn energie en positiviteit in. Dan loopt het gewoon. En ook daar heb ik de verschillen gezien. Het heeft een tijdje heel slecht gegaan op dat gebied. En nu gaat het echt als een tierenlier. En het heeft puur met mijn energie te maken. Daar geloof ik heel erg sterk in. Monique zegt ja, dat op waarde schatten en in je kracht gaan staan. Ja, Monique. Oké, dat is super mooi dat je dat zegt. En ik heb ook net van jou gehoord dat je er wat aan gaat doen. Dus de eerste stap is gezet. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor je gaat uitpakken. Dus laat me dat weten. Hou me daarvan op de hoogte. Daar ben ik echt heel geïnteresseerd in. Ik weet zeker dat het goed gaat. Maar het is toch fijn om die feedback te krijgen. Dus ga daarvoor staan. Weet wat je wil. Weet ook wat je wil. Want ben niet bang om oude dingen los te laten. Want als jij wil groeien, dan zul je soms... Ja, dan moet je echt stappen zetten. En dat houdt soms ook in dingen loslaten. Misschien wil je wel naar een ander verdienmodel toe. Omdat je weet dat het mogelijk is. Maar je durft die stap niet te zetten. Of je bent bang van, ja, ben ik al zo ver? Kan ik dat überhaupt wel? Ga ik dan überhaupt nog wel klanten krijgen? Ja, is het antwoord. En daarnaast zeg ik ook, garantie heb je nooit. Dat heb je met niks. Als je het niet probeert, heb je het sowieso niet. En wat dan ook, als het niet lukt, hoeft toch niet meteen alles af te stoten. Je kunt toch ook langzaam overgaan naar iets anders. Probeer het gewoon. Stap dan in een ander verdienmodel. Ga iets anders opzetten. Doe dat dan. Als je meer vrijheid wil. Of je zegt van nou, ik wil ook lekker mijn laptop mee kunnen nemen. En toch kunnen blijven werken. Dat was echt mijn droom. Dan moet ik dingen doen om die droom te realiseren. Want het komt niet uit de lucht vallen. En als ik niet die stap had gezet. Dan zat ik nu nog steeds in mijn praktijk de hele dag 1-op-1 te coachen. Niet dat dat erg was. Maar ik kreeg er geen energie meer van. Ik wilde wat anders. Dus, als je wat anders wil. Of je wil je wel je prijzen verhogen. Of je wil... Een verandering, een ander verdienmodel. Je wil je prijzen verhogen. Je wil meer zelfvertrouwen gaan ontwikkelen. En je weet dat het allemaal te maken heeft met mindset. Ga er dan mee aan de slag. Bewustwording is de eerste stap. Frederik zegt, ik heb vorige week het perfectionisme losgelaten. Het heeft me meer gebracht. Frederik, wat goed om te horen. Want ik weet nog dat wij vorige week dat gesprek hebben gehad. En dat jij zei van, ik maak video's, maar ik ga altijd zo lang door tot het perfect is. Dat het hele gevoel eruit is uit de video en het eigenlijk niet meer overkomt. En toen zei jij, ik ben enorm perfectionistisch en dat houdt me tegen. En dat produceer ik vaak niet en ga ik niet over tot actie omdat ik vind dat het perfect moet zijn. En daarom doe ik het juist niet. En jij zegt nu, ik heb het losgelaten en het heeft me heel veel gebracht. En dat is een enorme grote stap en dat heb jij nu gedaan in een week. Niet iedereen lukt dat in een week, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je een stap zet en het gaat erom dat je voelt dat je elke dag dichterbij komt. Het is een ongoing proces. Je zult eraan moeten werken, maar je zult wel de eerste stap kun je nu al zetten. Het begint hier. Het begint allemaal hier. Ondernemen is echt succesvol. Ondernemen is volgens mij is het een quote van Tony Robbins, is 80% mindset. Het resultaat is 80% mindset en 20% strategie. En daar geloof ik heel sterk in. Je kunt alle strategieën erop loslaten. Op het moment dat het hier niet goed zit, gaat er niks gebeuren. Ik kan iemand leren wat ik doe. Maar op het moment dat wij die basis niet aanpakken, die mindset niet aanpakken, gaat er niks gebeuren. Dan kan iemand toepassen wat ik toepas om mijn bedrijf te laten groeien, maar dan gebeurt er niks.
Ja, maar Kim, ik heb gedaan wat jij zei, klopt. Maar ik merk aan jou dat. En daarom is dat zo'n groot onderdeel, vind ik, wat een groot onderdeel moet zijn van de ontwikkeling van een ondernemer. Mindset, mindset, mindset. Nou, Frederik, supergoed om te horen. Is er nog iemand die iets wil delen? Want dan wil ik hem, anders wil ik hem gaan afsluiten. Dan is het ook nog behapbaar om het terug te kijken. Dus moet je je prijzen verhogen? Heb je het niet helemaal gezien? Ik deel mijn visie hierop. Die gaat veel verder dan alleen praten over geld. That's me. Ik prik altijd mindset erin. Omdat ik geloof dat alles met mindset valt of staat. That's me. Kun je je daarin vinden? Hoop ik dat je terugkijkt en dat je er wat aan hebt. En zo niet, dan is het ook oké. En dat vind ik tof dat ik dat kan zeggen. Op het moment dat ik niet met iemand resoneer en iemand denkt, wat een zweeftee, whatever met de mindset. Oké, cool, je bent mijn klant niet. En dat is oké. Dat is oké. Want ik merk nu, en zeker nu met de nieuwe business coaching, die ronde en de intakegesprekken, heb zo'n fijne mensen aangetrokken. Ik voel nu, yes, ik ben op de juiste weg. Dit is top. Monique zegt, tof Frederik, ik heb vorige week van je gelezen. Ik twijfelde over een filmpje plaatsen. Had ik al 2 weken geleden opgenomen. Ik krijg heel veel positieve berichten erop. Nou, Monique, supergoed. Jongens, wat fijn om dit te horen. Wat fijn dat jullie mij hier deelgenoot van maken. En wat fijn dat ik daar een onderdeel van heb mogen zijn. Dankjewel. Ik ga het afsluiten. Ik wil jullie super bedanken als jullie nog steeds kijken. Hè, dat je een half uur nog langer naar mijn gezeiver hebt geluisterd. Dat is Limburg, zijn gezeiver. Oké, naar mijn gezeur hebt geluisterd. En laat me weten als er een ander onderwerp is waar je graag meer over zou willen weten. Wat te maken heeft met business, met money, met mindset, met persoonlijke ontwikkeling. Dan wijd ik daar een Facebook Live aan. Volgende week woensdag om 10:30 zijn we er weer. En ik hoop jullie heel erg graag weer te zien. Dankjewel en super, super fijne dag. Frederik gaat zeker terugkijken. Monique, jij ook dankjewel voor je openheid en feedback. Thank you.